Ik hoorde jou net tegen Govert vertellen over Alpe d'Huez. Ja. En nou hebben we jou meteen even te pakken. Hmm. Want vertel eens, want heel veel mensen weten dat wel, maar heel veel ook niet. Ja. Nou, wij gaan met boeren, doen wij mee als groep bij Alpe d'Huez, al sinds 2009. En die groep heet Big Challenge. Maar wat is Alpe d'Huez? Alpe d'Huez is een festijn in Frankrijk op de Alpe d'Huez. Dus ja. De grote bergen in Frankrijk. Ja. En die gaan mensen zo vaak mogelijk mogen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF. Dus voor onderzoek naar kanker. Ja. Ja. En dat bestaat al sinds 2006. 666 is het begonnen. Mm-hmm. En sinds 2009 doen de boeren er mee. Oh, ja. En dat is Big Challenge. En Big, dat is een biggetje, een klein varken. En Challenge is een uitdaging, dus een grote uitdaging. Ja, ja. En sinds die tijd doen we altijd met een groep boeren en mensen uit de agrarische sector mee. En hebben we in totaal al meer dan 10 miljoen euro opgehaald voor KWF. Zo, dat is een hele happening daar zeker. Ja, ja, dat is echt een bijzondere week om mee te maken. Ja. Er gaan niet alleen de mensen heen die lopen of fietsen, maar de halve familie gaat mee. En ja, de supporters gaan mee en die doen er allemaal vrijwilligerswerk. Want al het werk wordt gedaan door vrijwilligers, wordt niemand betaald. Dus voor de website, voor de PR, alles eromheen. En ja, dus er zijn heel veel landjes nodig, hè? Ja, ja, dat is waar. Ja. Het is ook een hoge berg, tenminste. Ja, het is ook een hoge berg, ja. Hoeveel kilometer is het? 14 kilometer. En iets een stijgingspercentage van 12%, meen ik. Of 8, ja, in ieder geval de eerste stukken zijn heel erg sterk. Het zijn 21 bochten. En ja, sommige mensen gaan er maar één keer omhoog. Dat kan ook, hè. Er doen ook heel veel mensen mee die kanker hebben of gehad hebben. En dat is dan voor hun al een hele uitdaging. Ja. Sommigen gaan 6 keer, dat is net wat je kunt en wat je doet. Alles is goed natuurlijk. Ja. Ja, dat is ook zo, je doet wat je kan. Hè? Ja. Ja. En zelf loop ik hem altijd woensdags 1 keer. Dat is dan de Alpe d'Huez dag voor de supporters en vrijwilligers. Oh, ja, ja. En donderdags is de grote Alpe d'Huez dag. Ja, ja, ja. Maar je kunt de hele week dus omhoog, de berg je kunt, op. Ja, maar woensdag en donderdag zijn de grote dagen. Van tevoren is het oefenen en het is daar een andere lucht, hè, dus je moet een beetje acclimatiseren. Ja, ja. En er zijn ook een hele hoop bijeenkomsten dan waar mensen vertellen waarom ze meedoen. Maar er zijn ook onderzoekers die vertellen wat ze met het geld doen en kunnen. Er zijn ook altijd mensen die kanker overwonnen hebben of en die in behandeling zijn, maar ook mensen die opgegeven zijn. Dus die vertellen ook over hun motivatie en dan is de wereld meestal weer heel klein, want iedereen kent wel iemand met kanker. Ja. 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 Dus, en die zijn meer dan 10 miljoen opgehaald. Met al die, Big Challenge in dan, al die, we zijn nu 12 jaar of zo. En hoe ver is het eigenlijk van hier naar de Alpe d'Huez? 1000 kilometer. Oh, dat is te doen. Ja, daar kun je naartoe rijden. En is daar dan een camping bij? Of hebben de er mensen zijn allemaal een bepaald... appartementen. Het is eigenlijk een ski-resort, een ski-dorp. Oh, zo ja. Dus we hebben allemaal van die ski-appartementen. We hebben bij Big Challenge ook een commissie appartementen. Die regelen dat allemaal voor de deelnemers. Ja, ja. En zo hebben we allemaal vaste commissies. Dus mensen die eigenlijk al jarenlang meehelpen om de fietsers en de deelnemers te ontzorgen. Kunnen focussen op fietsen of lopen. Ja. En er wordt heel veel bekendheid aangegeven, normaal gesproken. Ja. Ja, ja. En de inschrijving is ook weer begonnen. We hebben op 5 november onze aftrapbijeenkomst in Wageningen. Dus daar vertellen deelnemers wat het allemaal inhoudt. En dat geldt voor het hele land, hè? Ja, dat is voor heel Nederland. En we zeggen altijd, gun jezelf dat cadeautje voor het leven. Mensen die hier mee zijn geweest, zijn vaak wel heel enthousiast. Nou. We zijn zelf ook al 10 jaar mee. En onze kinderen doen wel verschillende keer meegedaan. Het is echt Het steekt ook aan, denk ik. Ja, het is het Big Challenge virus, zeg ik ook wel. Ja. Mensen die hebben ze met dat virus, ik kan me wel iets voorstellen. Ja. Iedereen kent wel iemand. Ja, en we doen dus ook om... het eerste doel is zoveel mogelijk geld ophalen voor Alpe d'Huez, dus voor kankeronderzoek. En het tweede doel is ook de agrarische sector in een positief daglicht zetten. En zo worden we daar ook wel gezien. Dan zeggen ze, de boeren komen er weer aan. Ja. En boeren, we bouwen er wat tenten op. We showen dan ook mee naar Frankrijk. En dat gaat allemaal heel makkelijk en gezellig. Alles kan in wezen. En ons doel is ook altijd 5000 per deelnemer in plaats van 2500. Wat bij Alpe d'Huez het streefbedrag is. En in praktijk halen we het ook, want zitten we met 7500 per deelnemer. We hebben dus ook sponsorcommissies die meehelpen om acties te verzinnen of te kopiëren. Want je hoeft niet elke keer iets nieuws te verzinnen. Nee. Wat je kunt doen en in praktijk lukt dat dus altijd heel goed. Ja. Goh. Ja, dit is een heel... Ja, ik heb het wel, want Hans heeft...
Mijn schoonzoon Hans, die heeft ook meegelopen. En we kregen ook steeds filmpjes en foto's. En dan zag je ook hoe druk het daar is. Ja. En het was nu echt wel minder druk als andere jaren, hoor. Dat komt ook door corona, denk ik. Ja, hè? Waarschijnlijk wel, ja. Maar anders stond het langs de Hoe hebben jullie dat vorig jaar? Is het ook gewoon doorgegaan dan? Nee, het was een editie van 3 jaar, zeg maar. De mensen, ja, sommigen zijn wel afgehaakt, maar het gros heeft gewoon doorgegaan. En je had ook echt mensen, die hadden €15.000 in plaats van 1 keer 5. Dus je moet €5.000 meebrengen om naar boven te mogen lopen. Ja. De een heeft dat makkelijk en de een heeft een grote kenniskring of die heeft zelf een verhaal. Denkt ook altijd meer op, zeg maar. Ja. En de andere, ja, die heeft minder, maar die gaat shirtjes verkopen of helpen op evenementen. Ja. Dat is ook goed. Ja. Dus als ik nou tegen jou zeg van ik wil volgend jaar mee om te helpen, dat kan zomaar. Ja, dan 5 november naar Wageningen, daar hebben we onze aftrapbijeenkomst. En dan kun je eigenlijk al inschrijven op de site. Ja. Nou, ik moet er nog eens over denken. We zijn de jongste ook niet meer, hè? We hebben ooit, dat is geweldig, in ons pleinveeteam, een Fries. En die kwam op zijn gewone fiets en die is omhoog gefietst met zijn gewone schoenen. En die heeft verschillende jaren meegedaan. Naar de rand had hij wel een racefiets gekocht. Mm-hmm. En dat was onze oudste deelnemer toen. Ik zou 75 of zo. Ja. Nee, dan probeer ik toch om met een e-bike omhoog te gaan. Misschien zou dat lukken. Of lopen. Batterij goed opgeladen. Ja, dat zijn van die dingen. Maar het is echt. Ze zijn zoveel goede doelen, hè? En dit is er dus één van. Ja. Het bijzondere hier is wel, het gaat 100%, elk euro gaat 100% naar KWF. Er blijft niks in de strijk. Nee, ook geen reiskosten en dergelijke, helemaal niks. Het is allemaal voor eigen rekening. Dus dat is ook voor sommigen ook wel een dingetje natuurlijk. Ja. We kunnen ook altijd samen rijden. We hebben vrachtwagens, daar gaan de fietsen ooit weer in. Ja, dat regelen we allemaal samen. Oh ja. Nou, Monique, heel veel succes. Ja, dankjewel. En ik hoop dat we volgend jaar elkaar nog eens een keer kunnen spreken. Ja, zeker. Ja, is goed.